De politieke partijen in Tiel zijn al volop bezig met de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Verschillende partijen komen in november met hun definitieve kandidatenlijst. De VVD heeft hun lijsttrekker al bekendgemaakt. Dat is de huidige wethouder Marcel Melissen. De beoogde fractievoorzitter is de nummer twee van de lijst, Ans Duquesnoy. Op drie staat Wim van Baal. De definitieve lijst moet nog door de leden worden vastgesteld. Bij de ChristenUnie hebben zich drie kandidaten beschikbaar gesteld voor het fractievoorzitterschap. Jolanda Stoetervlag heeft aangegeven te willen stoppen met haar raadswerk. De kandidaten zijn Martin Koning, Maartje Smits van der Lek en Ronald Koopraal. De voorzitter van deze partij is onlangs overigens opgestapt. Ook de kandidatenlijst voor het CDA wordt binnenkort openbaar. Wie de lijsttrekker wordt is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of de huidige wethouder van het CDA, Henk Driessen, nog door wil gaan in de Tielse politiek. Wel heeft Tom van Oostrom, de huidige fractievoorzitter, aangegeven voor het wethouderschap beschikbaar te zijn.